Jamie Brownier, kunnen jullie leven hier met een 1-1 gelijkspel? Ja, ik denk dat als je de wedstrijd bekijkt, dan is een 1-1 verdiend. Ik vond dat we de eerste helft nog wel goed begonnen. We maken gelijk een goede goal, 1-0. En daarna laat je Volendam terugkomen in hun spel. En wordt het 1-1. En tweede helft, ja, kon het alle kanten op. Wij konden scoren, hun konden scoren. Dus een gelijkspel was terecht vandaag. Ja, prima aanval, de 1-0. Ja, wordt weggestuurd door El Asnoui. En met een mooie assist vind je Voskamp. Ja, die hoeft alleen maar binnen te knikken. Ja, klopt. Het was een goal volgens het boekje. Volgens mij was Deekman was aan de zijkant. Dus er was een ruimte om in te duiken. En was een goede bal van Souf. En Johan bij de tweede paal die kon hem binnenknikken. Uiteindelijk wordt het 1-1. In de tweede helft was het in ieder geval leuk voor het publiek dat beide ploegen vol voor de overwinning gingen. Eerlijkheidshalve gebied toch te zeggen dat zij iets de betere kansen kregen. Ja, ik denk dat hun het meeste balbezit hadden. Dat sowieso. Alleen wij gokten op die counter omdat hun natuurlijk heel opportunistisch gingen spelen. En ook van achteruit wat verder gingen spelen. Wij gokten met snelheid op die counter. Waardoor wat ook gevaarlijk werden. Het mocht helaas niet buiten dat we die 2-1 maken. Maar ja, dat is voetbal. Ja, jullie zijn ook nog wel, en dat is misschien logisch, zoekende. Nieuwe trainer, veel nieuwe spelers. Bijvoorbeeld Ramstein deze week is aankomen waaien. Je ziet dat jullie zoekende zijn soms. Ja, dat klopt. Ik denk ook dat je bij Vlagen, met name wat ik zei in het begin, dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Alleen als we een tegenstander hebben die wat meer druk gaan zetten, ja, dan zie je dat we toch wel nog wat moeite hebben. En ik hoop zo dat het zo snel mogelijk eruit komt en dat we wat beter gaan voetballen. Ja, want de achterstand is helemaal niet groot. Gek genoeg, na twee wedstrijden heeft slechts één club, FC Dordrecht, de volle buit binnen. Dus alles zit nog dicht bij elkaar. Maar snakken jullie wel naar die eerste overwinning? Ja, tuurlijk. Ik had gehoopt dat we vorige week gelijk natuurlijk die thuiszitten, dat je dan gelijk die punten binnenhaalt. En je moet dit, wat ik zei, voor het seizoen zei ik het ook al. Het is belangrijk dat je in het begin gelijk die punten weet binnen te halen. En dat is helaas niet het geval. Alleen het is een blijf Jupiler League en iedereen wint van iedereen. Dat is de jaren hiervoor ook gebleken. Dus nog geen paniek. Tot slot, dit keer was het middenveld weer met Steven Nieuwendaal, die gepasseerd was, maar nu noodgedwongen moest spelen. Is dat toch anders? Lekkerder, minder lekker? Maakt niet uit? Nee, dat maakt voor mij niet uit. Nee, Steven en Jeremy, dat zijn twee toppers. Dus of het nou Steven of Jeremy is die naast me staat, is allebei goed.